Hallo allemaal, heel hartelijk welkom bij weer een kidskwartiertje. Dit keer een kidskwartiertje over Haiti. Misschien zie je het al hier voor de tafel, zo'n hele grote bos met takken. Jawel, het is nu de tijd als er een beetje storm is dat er nog een heleboel kale takken van de bomen vallen. En daar zijn ze in Haiti ook gek op. Je ziet wel die grote takkenbossen bij elkaar en je denkt misschien, wat heeft dat met Haiti te maken? Waarom zit Shalina, onze Haitiaanse pop, daar nou met die hele grote stapel met takken op schoot? Nou, dat ga ik je vertellen. Hier zie je jongens lopen die eerst een sjaaltje hebben gemaakt op hun hoofd, zodat het geen pijn doet. En dan lopen met een grote zware bos met takken op hun hoofd. Daarmee gaan ze naar de markt. Ze gaan kijken of ze die takken kunnen verkopen. Want heel veel mensen in Haiti hebben takken nodig om eten klaar te kunnen maken. Van die takkenbos maak je een vuurtje en daar zet je je pan op en zo probeer je je eten gaar te krijgen. Nou, dan snap je wel. Als je daarmee bezig bent, zoals deze jongens, dat je eerst ergens een plek moet gaan zoeken waar je van die takken kunt vinden, dat je ze bij elkaar moet bossen, naar de markt moet brengen en daar gaat verkopen. Dan is er voor jou geen tijd om naar school te gaan. Nee, oh nee, dan ga je niet naar school. Als je ouders geen geld hebben om naar school te gaan, is dat dus ook niet mogelijk en moet je meewerken. Ja, en al zie je dan dit staan, of al hoor je dat, ja, natuurlijk ken je de klanken van je eigen taal. Natuurlijk luister je ernaar als er iets geroepen wordt, bagay, en dat betekent een ding in het Creools. Ja, dan snap jij wat dat betekent. Of banan, nou dat betekent een banaan in het Creools. Maar het is wel heel erg lastig als je die dingen wel kunt horen, maar je kunt het niet schrijven. Dan kun je nooit eigenlijk verder komen. En een baan krijgen, want dan moet je leren lezen. Dan moet je kunnen lezen, schrijven en rekenen. En vandaar dat het heel belangrijk is dat je Creools leert. Vandaar ook dat wij zo graag willen dat er heel veel kinderen naar school gaan. En niet alleen om dus te weten hoe je banaan moet schrijven of hoe je een fiets moet schrijven, maar heel belangrijk vinden we, allerbelangrijkste van het christelijk onderwijs, dat kinderen in Haiti de Bijbel kunnen lezen. Weet je, Haiti is een land waar heel vaak rampen en nare dingen gebeuren. Maar waarbij ook heel veel mensen weten dat er een God in de hemel is die voor ze zorgen wil. En daarom willen we zo heel graag dat de kinderen ook leren om die Bijbel zelf te lezen. Nou ja, en kijk, als je dan echt dat geld niet hebt, dan moet je dus maar weer naar de markt. Met die grote, zware mand bovenop je hoofd. Je moet hard aan het werk. Weet je trouwens, dat veel kinderen al heel jong gaan leren om zo'n mand op het hoofd te dragen. Soms ben je nog maar een jaar of 4, 5. En dan zegt je moeder, ik maak een sjaaltje op je hoofd. Om te zorgen dat het niet pijn doet. En dan gaat er een mand op je hoofd met 1 mango. En gaat dat beter, krijg je dus steeds meer op je hoofd, totdat je dus van die zware lasten kunt dragen en je nekspieren sterk genoeg zijn geworden. Nou ja, dan heb je nog werk. Maar als je ouders geen geld hebben en er is eigenlijk ook helemaal geen werk te doen, je woont in een sloppenwijk in Haiti, ja, dan hang je maar een beetje de hele dag rond en wacht je maar weer tot de avond komt. En soms moet je ook wel eens heel hard werken. Dat zie je hier bij dit meisje. Ze moet de hele was doen. En dat is een klus, want je moet eerst de emmers water sjouwen. Dan moet je het vuile wasgoed allemaal goed schrobben. Dan moet je het weer spoelen. Vervolgens moet je het ophangen. Tijd voor school? Nee, dat is er niet bij. En weer zeg ik, wat bijzonder dat we van woord en daad door jullie hulp kunnen zorgen voor heel veel kinderen die in zo'n sloppenwijk wonen. Die eigenlijk geen dromen hebben voor de toekomst. Want dat helpt niet. Je kunt wel dromen dat je een mooie baan krijgt.
Maar je kunt beter tegen jezelf zeggen, stop maar met die droom. Want als je niet kunt lezen, kunt schrijven en kunt rekenen, kun je nooit wegkomen uit die sloppenwijk, uit die armoede. En vandaar dat wij zo heel erg blij zijn dat jullie kijken naar ons kidskwartier. Dat jullie thuis actief bezig gaan om deze kinderen te helpen. Of met de schoolklas. Als jullie misschien een sponsorkind hebben in Haiti. Bedenk dingen zodat wij heel veel van deze leeftijdsgenoten kunnen helpen. Je ziet ze hier. Niet midden in die sloppenwijk, maar een beetje aan de rand waar mensen proberen te overleven. Let ook eens op de straat. Heel slecht, vol gaten en kuilen. En je kunt je voorstellen dat als het hard gaat regenen, dat er zomaar modderstromen komen. En als je dan hier woont? Nou ja, kijk eens goed naar het huis. Het dak is niet eens helemaal dicht. Je kunt je begrijpen dat je dan eigenlijk heel moeilijk naar school kunt. En dan toch, hè? En dan toch krijg je, zoals Shalina of andere leeftijdsgenoten, op een dag te horen, weet je, er zijn kinderen in Nederland die zich inzetten voor de naaste ver weg. Er is schoolgeld voor je gekomen, sponsorgeld. Je mag naar school, kijk eens rond. Dit is de school waar je naartoe mag. Wat ben je dolgelukkig. Met je mooie gele schooluniform sta je daar in de klas met een rugzak op je rug. Ja, die rugzak, die krijgen ze ook van jou eigenlijk. Want die krijgen ze van de juf. En daarin zitten alle spullen die ze nodig hebben om een goede tijd op school te kunnen krijgen. En heel belangrijk voor deze kinderen is die goede, gezonde maaltijd. Er zijn mensen in de school die die maaltijd hebben klaargemaakt. En dan breekt het moment aan dat het lekker begint te ruiken in de school. En de juf heeft het gezegd. Kom maar met je bord en iedereen krijgt een gezonde maaltijd. Maar ze gaan niet eerder beginnen dan dat de handen gevouwen zijn. En dat ze samen gebeden hebben of de Heere God wil geven dat ze van dat eten groot en sterk mogen worden. Nou, we gaan natuurlijk ook eens even kijken in zo'n klas. We zagen ze net eten. Hier zie je een hele kleuterklas vol met kinderen zitten. Zij krijgen de kans om te leren. Je ziet wel dat de juf het heel gezellig heeft gemaakt in de klas. Er hangen mooie knutselwerkjes en ze houdt ze de letters voor. De Creoolse letters. Ze leren de Creoolse taal, maar daarnaast gaan ze ook de Franse taal leren. Eigenlijk is de Creoolse taal alleen bedoeld en alleen gesproken onder de arme mensen. De rijkere mensen, die leren eigenlijk alleen het liefste Frans. Maar nu heeft de regering gezegd, en toch leren jullie ook Creools op school. Nou, in dit filmpje moet je maar eens even luisteren hoe de juf ervoor gezorgd heeft dat de kinderen heel goed kunnen zingen en goed mee kunnen klappen. Spat eraf in zo'n lokaal. Hier zie je de bovenbouw. Wat daar opvalt is dat het stil is. De kinderen zijn vol aandacht bezig en ze proberen de moeilijke opgave die ze krijgen zo goed mogelijk op te lossen. Want ze weten, nu je best doen, zorgt ervoor dat je misschien weg kan uit de sloppenwijk en dat je echt een baan kunt vinden en een toekomst hebt. Nou, je ziet wel dat schoolbord van die meester staat helemaal vol geschreven. En ze schrijven het allemaal trouw over en ze moeten meedenken van de meester. Hij probeert ze het onderwijs zo goed mogelijk te geven. Jazeker, en ook weer
christelijk onderwijs. Je ziet het in de schoolboeken, terwijl op dat eerste boek een foto van een kerk staan. Ze leren lezen, zodat ze ook de Bijbel kunnen lezen. En hier zie je ook nog eventjes die moeilijke sommen. De meester heeft iemand voor het bord gehaald. En onderwijs. Ga door in Haiti. Ook in coronatijd. Zie je hem staan? Zijn mondkap voor het schoolbord. En zo ga je verder. Nog veel meer leerlingen. Ze laten het zien. Ondanks de moeilijkheden gaat het onderwijs door. Hier de mondkap voor de jongere kinderen. Daar hoeft het niet per se voor, maar voor de rest zie je ze allemaal staan met een mondkap. En dan is het nu weer tijd, zoals in ieder kidskwartiertje, dat jullie zelf aan de slag gaan over het land Haiti. En nu jullie weten dat ze Creool spreken, bedacht ik me, weet je wat, het is ook voor jullie heel erg mooi om met die Creoolse teksten aan de gang te gaan. Je ziet hier een aantal Creoolse teksten staan en je ziet er ook bij wat het betekent. Ga zelf een hele mooie kaart maken. Op sommige kaarten staat al de tekst. Op een andere kaart kun je zelf een tekst toevoegen. En als je deze kaarten stuurt naar het kantoor in Gorinchem van Woord en Daad, dan zorgen wij ervoor dat leeftijdsgenoten van jullie deze kaarten in Haiti ontvangen. Let er even op, je kunt steeds zoeken op onze website en daarin kun je alle verwerkingen van het kidskwartiertje vinden. Dus ook die mooie kaarten. Ga er iets moois van maken, want weet, post is voor je sponsorkind echt heel erg belangrijk. Hé, en dan nog wat. Kijk maar eens wat deze kinderen hier doen. Een typisch Haitiaans spel. Het heet Boutai Football. Nou, je hoort er al een beetje in, voetbal. Het is eigenlijk een voetbalspel met een lege fles. Nou, iets wat je heel simpel in Nederland ook kunt spelen. Wij hebben wereldspelen gemaakt bij Woord en Daad. En als je daarop zoekt, kun je al die spelen vinden. Nou, er is ook zelfs een domino-spel waarbij je die Creoolse woorden steeds weer voorbij ziet komen. Of je ziet nog een hoepelspel. Allemaal typisch spelletjes die kinderen in Haiti heel graag spelen. Nog dichter bij je leeftijdsgenoot? Speel mee. Doe mee voor hen. We kijken alweer bijna aan het eind van dit kidskwartier nog even naar de wereldkaart. En ik denk dat ik het eigenlijk niet meer hoef te zeggen, maar dat je het al weet. De blauwe landen zijn de landen waarin Woord en Daad werkt. En de oranje pijl wijst deze keer Haiti aan. Haiti is dus een deel van een eiland. Samen met de Dominicaanse Republiek vormen ze een eiland. En het voorste stukje waar de pijl naar wijst is Haiti. Alweer aan het eind. En ik zeg tegen jullie heel hartelijk dank voor jullie aandacht, voor je luisteren. En ik vraag weer, elke keer opnieuw, vouw je handen, bid en vraag of God het werk van Woord en Daad in Haiti wil zegenen. En of Hij zorgt voor je leeftijdsgenoten daar. Tot ziens allemaal.